Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft vandaag de wet collectieve rechten in heemse en tribale volken in ontvangst genomen. De wet is aangeboden door het managementteam Grondenrechten onder leiding van Wensley Misijan. Dit managementteam is vorig jaar geïnstalleerd en kreeg de opdracht om de wet voor te bereiden. Misijan zegt dat het afgelopen jaar enorm veel werk is verzet. Het concept dat vandaag is overhandig is in samenspraak met het traditioneel gezag gemaakt, benadrukt de voorzitter. Het idee dat Wangenuka Jimmy namens het managementteam verbiedt het concept wet aan de minister. En Wangi ook aan dat we altijd bereid en garant voor de wet van de assemblée. Voor liever te leveren uw bijdrage, zodat wet dat nemen aan dat de wet zijn alles maar vooral in inheemse, naar in tribale, in Vindes Refugee en agroletitorie voor deze maar corrige leva a opdracht de dynastie programma. Tide, nogmaals, minister. Een beetje wet aan namens het management team van de technische commissie en ook het traditioneel gezag voor zowel de tribale en de inheemse zijn de bakken aan wet zijn een concept. Een beetje aan in drie fouten en ook taki wet die zich kan vinden passie. Volgens minister Dikan heeft er een historische doorbraak plaatsgevonden. Hij vindt dat de regering een moedige stap heeft genomen om de rechten van inheemse en tribale volkeren te waarborgen. De regering die steekt een moedige stap voor Uroko Tapatori, voor Agoronleti, voor Namku, voor de inheemse en de tribale. En ik kan tegen u dat door een nieuwe benadering, we zitaki ube kan make stappen vooruit. En lek van betaki, lek van MC herinner, alles maar bij de eens, stel ik nou eens, dat nooit eerder, uno be make so furu vooruitgang en deso crossbay voor apisawan doro. En zo, 2016, a historia begin, pe Master President installeerde een commissie voor de inheemse en Baka Drimung doet een tribale dat hij, omdat ik van Sabi, de inheemse hebben een overkoepelende organisatie, waardoor de communicatie lijnen Moro Chatu en Sani Ewaka Moro Resi voor de tribale, ik ben Moro Konang afzonderlijk de 60 stammen en dat betekent Chimoro Ting. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling vandaag, nadat hij de ontwerpwet collectieve rechten in heemse en tribale volken in ontvangst had genomen. Dit ontwerp zal worden overhandigd aan de Nationale Assemblée.